We staan voor 65, 25. Holy fuck, we staan we dik voor. Ik ga ook 20 om 6, man. Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video op mijn kanaal. En welkom bij de serie Road to Life, Golden Gun, The Man of War. En ja, we spelen inderdaad hier dit keer hardcore, kill confirmed, op de map Stronghold, in de sneeuw. We gaan hardcore spelen, want kijkers, ja, het is chiller, want als je iemand één keer zijn kopje schiet, is hij in één keer dood. Dan heb je niet het bullshit meer wat ik heb, dat ik inderdaad gewoon een paar mensen een paar keer raak, maar niet dood krijg. Dus hopelijk gaat het een stukje beter. We zullen het zien. En natuurlijk heb ik hier nu een skinnetje op. Het is de jungle camo, want ik heb 5 headshots maar op het moment. Ik moet er nog veel meer gaan maken. Maar ik heb in ieder geval 5, dus de jungle camo is binnen. En we gaan natuurlijk voor de gouden uiteindelijk. Dat is de bedoeling van deze hele serie. De laatste tijd speel ik wel goed in deze serie. Ik bedoel, het gaat niet heel slecht of zo. Want ja, ik word wel steeds eerst van mijn team. Ik ga even campen hier, dat iemand komt. Gewoon YOLO, waterpolen. Ik ga wachten tot iemand komt. Oké, ik heb hem niet eens zelf, maar ene Pietje. Die komt even langs rennen. En die pakt gewoon daar een lijpe kill. Lekker bezig, Pietje. Lekker bezig, jongen. Ik dacht, mooi. Eerste kills in de pocket, dacht ik. Ik wil een dog tag. Ah! Boy, wow. Die Pietje gaat hem. Weet je, man. Deze man. Hij heeft een submachine gunnetje. Ik denk dat hij gewoon runt en gunt. Weet je wel. Hij rent er gewoon in. En hij schiet gewoon iemand dood met spray voor zijn leven. Ik denk dat ze het allemaal doen trouwens. Dus dat is iets wel. Het is cool. Het werkt voor ze. Oh man. Dat wil ik schelen dat ik zelf heel erg haat. Ik ben echt aan het campen. En het erg is, ik kan het niet. Ik heb er geen geduld voor namelijk. Wat dat ding schieten. Oeh, teammate. Dat moet ik niet doen. Alles! Yeah, baby. Kopje tik, kopje. Ah, kut, ik wou als een kopje aantikken. Maar dat deed ik niet zo goed. Helaas pindakaas. Maar, wat ik even belangrijk vind. Wat ik even heel belangrijk is. En ik wil dat jullie kijkers weer iets gaan beslissen voor me. Is namelijk een tweede serie. Want jullie zeiden deel niet alleen maar één. Oh, lekker! Oh, ik dacht een headshot, man. Ik richt het op zijn kopje. Fuck, man. Ik richt het net onder zijn hoofd. Denk ik! Maar ik heb hem! Hier ook iemand? Nee! Wow, man. What the fuck? Ik dacht, een teammate stond voor mij links van me. En die heeft diegene niet gekillt. Dude. Sterf. Dat is plats. Ik doe het wel goed. Ik doe het niet heel slecht. Ik sta wel in de plus. Meestal eerst van mijn team. Maar de kopjes schieten, dat gaat mij gewoon niet. Ik schiet gewoon geen kopjes eraf. Dat moet ik even doen. Want dat is de bedoeling van deze hele serie. Maar dat is dan de bedoeling ook voor jullie. Voor de tweede. Jullie moeten dus een serie gaan verzinnen weer voor mij. Voor een extra. Want ik doe het 3 keer per week. Dat is best veel. En 3 dagen achter elkaar. En ik doe maar 1 serie. En jullie zetten zelf deel. Je moet een extra serie erbij doen. 1 serie per week. 3 keer is niet zo heel erg leuk. Dus doe het vaker. Nou, als jullie het zeggen, dan doe ik het met liefde voor jullie natuurlijk. Dus als je een vette serie weet nog van Call of Duty Black Ops 3. Laat me even weten. Dan ga ik het zeker doen. Maar niet uit wat het is. Ook al doet iemand anders het. Ook al doet Jaraski het. Want heel veel mensen zeggen. Ja, deel, je steelt het van Jaraski. Nee. Ik steel die van Jaraski. Mijn kijkers besluiten. Deel, ik wil dat je dit graag van je zien. Ik maak me geen rijt uit of het al ooit een keer gedaan is op Call of Duty of door YouTubers. Maakt me echt niet uit. In ieder geval, als je de serie weet en jij wilt zien, dan mag je die best melden. Oh kut, ik heb mijn eigen team gekilled. Ik heb mijn team gekilled en ik ga dood. Ik heb mijn eigen team gekilled. Dat was echt super dom. Maar, als je een vette serie hebt, dus inderdaad, laat me even weten. Dan ga ik natuurlijk die serie voor jullie doen, een tweede serie. Weet je, ik heb ook al eentje in mijn gedachten en die ga ik denk ik ook wel doen. Dus, maar ja, als mensen iets anders bepalen, dan ga ik een andere serie doen. Uiteindelijk is het jullie bepalen wat jullie mogen zien op mijn kanaal. Zo ben ik wel als YouTuber. Ik bedoel van, yo, ik wil dat jullie wat meer inspraak hebben op mijn video's. Als dat ik alles zelf ga verzinnen. Dat kan ik wel doen. En dat is ook wel leuk. Alleen het ding is, wow, dat jullie uiteindelijk moeten kijken. Dat moet wel iets zijn wat jullie leuk vinden om te zien. Als iemand gewoon een comment post van, oh yeah, ik heb een headshot. Want ik wil graag dit zien. Wow, yo. What's the bina? Het gaat wel goed. En ik pak die. En ik pak die. En er zit iemand hier. Oh, what the fuck? Ah, iets buiten. Kut. Nou, ik heb wel een UAV voor de boys weer. Dus dat is fijn. In ieder geval, als je ze net een leuke serie weet, laat even weten beneden de reacties. Dat zou ik echt super fijn vinden, jongens. En ik herhaal mezelf vooral heel veel in die commentaries hierover. Want live commentaries inderdaad is gewoon heel lastig. Ik vond het wel leuk. Het laatste keer een berichtje eindelijk. Ik heb een berichtje achtergelaten gekregen van Jaraski op een video. Waarin hij zei van ja. Het is moeilijk hoor. Praten en spelen is fucking moeilijk in Call of Duty. Oh yeah baby. Oh yeah baby. Het allermoeilijkste live commentaries. Kill. We gaan gewoon zo doen. Dan pak ik die en doe ik gewoon. Poep, 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 poep. Dat bedoel ik. Oh, 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 bitch, get fucking shred. Heb ik mijn teammate dan gekilled? Nee, dat niet. Maar ik heb wel die kill gedenied in ieder geval. Ah! Ah!
nog eentje. Kut, man. Dit is echt leuk. Ties volharding. Yo, Ties. Awesome kill, jongen. Ja, mooi gedaan. Mooi gedaan. Ik schoot er eentje dood. Ik schoot er twee dood. En toen kwam jij. Dat is netjes. Hebbers. Hebbers. Oké, ja. Ranked. Ik vind Team Deathmatch. Ik bedoel, ik vind Team Deathmatch. Ik vind hardcore wel een stukje chiller. Voor mijn skills, zeg maar. Want ik kan best wel goed schieten. De eerste twee kogels. En de rest van de kogels gaan altijd echt wel echt naar niks, zeg maar. Dus ik moet echt zorgen dat ik gewoon meer hardcore ga spelen. Want nu toe gaat het wel beter. Maar ik heb maar één headshot pas geschoten. Dat is echt klote. Ik ga wel lekker met kills weer. Zoals altijd. Maar de headshots die zitten er gewoon niet in. Ik doe het gewoon niet. Knop deel. Ik kom van achter. Nee, mijn teammate gaat ze killen allebei. Nee, Pietje heeft ze allebei. Pietje, ah, ik wil headshots, man. Ik heb headshots nodig. Geef me, gun een broeder een headshot, broeder. Kom op, give me a headshot. 1, 2, hè? Friendly UAV inbound. Ja, headshot warrior. Hé, eindelijk heb eentje weer zijn kopje geschoten. Dat zijn ondertussen al 7 headshots, maar. God damn it, ik moet nog echt vet veel doen, man. Die headshot schieten blijft lastig voor mij. Het blijft lastig voor mij, maar we gaan ze pakken, jongens. We gaan ze pakken. Hoeveel staan we? We staan voor 65-25. Holy fuck, we staan we dik voor. Ik ga ook 20 om 6, man. Heerlijke score, heerlijke score. Maar, ik zit een beetje te campen ook. Een klein beetje maar. Maar het is voor het goede doel. Het is voor het headshot doel die ik moet halen. Nee, jongen. Ik zit te veel op de UAV te kijken. Oh jeetje. Oké, we gaan even kijken, jongens. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Weet ik niet. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nee, boven dan maar. Oké, hier moet ik iemand tegen zien te komen. Surprise, hi. Hallo, iemand? Tegenstanders? Oké, dit wordt hem ook niet. Misschien hier? Nee. Oké, ik kom niemand tegen. Ik kom even een tijdje niet meer tegen al ondertussen. Oh, er zit een campen. Doe ik hier? Wat een smeerlap. Oh, vieselijk. Warrior Mano. Man, Warrior Man 90 is het. Oh, wat een smeerpijp, jongen. Zit hier gewoon het hoekje. Ik schrok me de piep. Gewoon, ik was holy fuck. Ik ben gewoon in de kamer binnen. Ik denk, nou, misschien kom ik wel iemand tegen hier, nou. Zit hier gewoon het hoekje te zitten. Vuile oude boef. Oké. Oh, ik stop met de tering weer. Nee, nee, jongen. Oh, fuck. Ik kijk naar links. Dan zitten ze rechts, weet je wel. Ah, man, nee. Ah, ah, bah. Ik begon lekker. Het gaat nu steeds minder lekker. Oh, dude. Kom op. Goed. Kill. Hoppa. Ga dood, Quinten. Oké, die kan ze net hier. Wow, ik hoor iets in mijn rug. It's fucking creepy. Oh, dat is van ons team. Holy fuck, dat is vet. Lijpe robot ding. Hoppa! Uit de lucht geschoten! Op de grond. Blijf zitten jij. Oké, hier is die teammate van ons. Met dat gekke vliegding. Ah! Shit! Ik ben geschrekt weer! Man, oh man, oh man. Dat was echt crap. Oké. Okay. Oh, is mijn teammate. Is mijn teammate. Sorry, broeder. Sorry, broeder. Ah, man. En dan komt die gast het dingetje opgesprongen. En dan ga ik dood, weet je wel. Fuck my duck. Ik ga 22 om 11. Ons team gaat 28-0. 28-0. Hoe de fuck ga je 28-0? In hardcore. Dan moet je echt campen, ouwe. Of je moet echt zieke positioning hebben steeds. Kut. Nee. Nee, geen headshot. Ik wil headshot schieten. Ik moet kopjes schieten. Hij zit hier, though. Pistooltje! Ah, dat was zo dom. Ik dacht, ik ga gewoon schieten. Want ik volg gewoon die kaart. En ik volg hoe die gast vloog. Maar ja, uiteindelijk heeft het niet lekker uitgepakt. Dat was kloten. Pakt het ding hier eens op? Jawel toch? Oh, nou, ik weet het niet meer. Ik ga het ding pakken hierboven. Hupsakee. Maintain your momentum. Ik maintain mijn momentum. Ik maintain mijn momentum ook. Oh, what the fuck? Ik zat eventjes niet te kijken. Eén keer die gozer komt er binnen gered. Maar het maakt niet uit. Ik heb weer 2 kills. Het is het allemaal waard. 26. 13. Nee. 26, 14. Man. Ik heb eventjes niet op. Ik ben echt. Nee. Ik had dus een kop moeten schieten. Ah. Goldflu. Ietsje hoger. Dat is headshot hoogte. Nee. Ik raakte hem toch. What the fuck. Die had ik echt moeten killen, man. Dat was. Gewoon. Geen excuus voor, dat was gewoon slecht. Oké, ik schiet er recht in de reet gewoon, weet je wel. Ik ben echt een kontenschieter. Oké, links, rechts. Oké, ik kom helemaal niet, want hij is dood. Hup, we gaan hier naar binnen gooien. Hopelijk kill ik mijn eigen team niet. Oké, is er iemand te campen? Waar de fuck zit die gast? Ik heb hem! Nee, ik heb
heb hem niet! Ik heb een, ik heb een hitmarker door de bank en ik dacht, oh, ik heb hem wel. Maar nee hoor, kut, ik was niet de laatste kill. Fuck. Was maar zo, dat was wel best wel mooi. Dit is Hidden, dus de kill. En hoeveel is hij gaan? 37-2. Holy fuck, die gun is ook awesome, ouwe. Lijpe gun, dus het is zijn benen in één keer dood. Maar mensen, in ieder geval, dit was weer het nieuwe. Call of Duty Black Ops 3, Road to Golden Gun. Ik heb op het moment 7 headshots, denk ik. Het moet echt beter, het moet echt beter. Maar dat maakt niet uit, het is een serie die kan gewoon jarenlang doorgaan als het zo moet. Ik kan er niks aan doen, het spijt me. Maar daarom ga ik ook een tweede serie erbij gooien. Ik moet 30 worden van mijn 10. 27, 15. Niet slecht, niet slecht. Toch? Voor iemand die nog niet geprestigd is tegen al deze tegenstanders die zo zijn. En teammates. Dus ik vind het niet zo heel erg slecht. Maar mensen, in ieder geval, vind je het een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Laat me inderdaad even weten welke serie ik extra moet doen in Call of Duty Black Ops 3. Ik heb eentje zelf gedacht. Dat is Road to 40 Kill Confirmed, geloof ik. Is iemand verteld? Of 50? 40, moet ik inderdaad 40 van die dog tags zien op te pakken. Dat is een hele lastige. Maar dat moet ik dan gaan proberen. En zoiets, volgens mij. Dus inderdaad, laat even een serie weten met een naam. Maar ook natuurlijk wat ik moet doen in die serie. Want jij kan me wel een naam geven van... ja, Road to Superfly Helicopter 360 No Scope. En dan weet ik niet wat dat betekent, zeg maar. Dus leg me wel even uit wat die serie inhoudt. Dan ga ik zeker even voor jullie doen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Vind het een awesome video. Doe lekker een blauw duimpje omhoog. Zie je graag in de volgende. Later dan als ziens. En natuurlijk... Peace! Oh my, feels just like I don't